200 ton staal aan een hijskraan. Behalve een indrukwekkend gezicht is het ook een precisieklus om het bovenste gedeelte op het draaidek te krijgen. Millimeterwerk voor de bruggenbouwers. Ah, dit is wel het moment wat erop aankomt. En dan moet je ze ook vooral niet storen, want deze fase kun je maar één keer doen. Het plaatsen gebeurt in twee fases, omdat de in totaal 400 ton wegende brug te zwaar was om in één keer te hijsen. Behalve het hijsen is het al een hele klus om de brug uit de werkplaats te krijgen. Het is heel makkelijk om een brug te bouwen. Je krijgt allemaal kleine onderdelen, die las je in elkaar. En dan denk je van, oh ja, hij moet er ook nog uit. Dus we hebben de voorgevel van het pand helemaal eruit moeten halen. Om uiteindelijk dus dit hele gevaarte naar buiten te kunnen krijgen. De draaibrug zorgt ervoor dat treinen sneller naar de Euroterminal en richting Duitsland kunnen. Nu moeten goederentreinen eerst Coevorden in voordat ze door kunnen rijden. Een draaibrugconstructie is ingewikkeld en duur, maar is de enige manier om daar een brug te bouwen. Ja, mooi. Opvallend is dat het bovendek tijdens het plaatsen aan de uiteinden krom lijkt. Ja, ja. Dat lijkt zo. Nee, het is zo. Kijk maar, scheef. Kijk, we hebben de hijspunten aan het uiteinde zitten. Dus dat betekent dus dat je hem helemaal feitelijk krom gaat hangen. En dat is alleen maar gunstig, want dan kunnen we ons centreren op het punt wat het als eerste het brugdek raakt. Die moet exact gelijk staan. En vervolgens laat je hem zakken en dan komt er steeds gedurende de breedte, de lengte van de brug, komt er een punt bij waarvan we de positie kunnen controleren. Maar het belangrijkste is dat de eerste exact, maar dan ook letterlijk exact op de juiste plek komt te staan. Het bovendek wordt binnenkort op het onderste deel gelast. Vanaf 1 mei moeten de goederentreinen over de brug gaan rijden.